Elektrische signalen verspreiden zich door het boezemweefsel en komen tot pauze in de AV-knoop. Van daaruit vervolgt het signaal zich door de kamers, wat zorgt voor een mooie gecoördineerde contractie van de kamers. Aangezien het ritme ontstaat in de sinusknoop, wordt dit het sinusritme genoemd. Dat is het ritme van het gezonde hart. Maar bij patiënten met boezemfibrilleren verloopt de geleiding in de boezem veel chaotischer. Met als gevolg dat ook de samentrekking van de kamers veel sneller en ongecoördineerder gebeurt. Hierdoor komt de bloedvoorziening in het lichaam in het gedrang, wat zorgt voor symptomen zoals kortademigheid, pijn op de borst, hartkloppingen, duizeligheid of verwardheid, maar ook heel belangrijk, een aanzienlijk verhoogd risico op een beroerte. Wat zijn nu de oorzaken van boezemfibrilleren? Wel, we weten uit literatuur dat er heel veel risicofactoren zijn voor boezemfibrilleren, zoals hogere leeftijd, hoge bloeddruk, diabetes, roken, maar ook een aantal aandoeningen van het hart zelf, zoals hartfalen of klepgebreken of problemen met de bloedvoorziening van het hart. En ik kan je voorstellen dat bij al deze verschillende risicofactoren de impact op het boezemweefsel net iets anders is. Echter, bij de behandeling van boezemfibrilleren, dat gebeurt eigenlijk op een relatief uniforme manier. Dus daar wordt eigenlijk weinig rekening gehouden met de onderliggende mechanismen die bij de verschillende risicofactoren aanwezig zijn. En wij denken dat patiënten er baat bij zouden hebben als wij beter in staat zouden zijn om te identificeren welke ziektemechanismen aanwezig zijn bij bepaalde types van patiënten. Om die reden zijn wij aangesloten bij een groot onderzoeksnetwerk, namelijk het CatchMe-netwerk. Het is een Europees consortium die verbonden is aan enkele ziekenhuizen in Europa, waar zeer veel operaties gebeuren op patiënten. Dat zijn vaak patiënten met klepgebreken of patiënten met problemen met de bloedvoorziening van het hart. En bij die operaties kan vaak een weefselbiopt afgenomen worden. Dat kan een linker- of een rechterbiopt zijn. En deze biopten worden eigenlijk vanuit heel Europa naar de Universiteit Maastricht gestuurd met de specifieke vraag om te gaan identificeren welke ziektemechanismen aanwezig zijn in het weefsel van deze patiënten. Wat uniek is aan deze opstelling is dat we een heel groot aantal linker- en rechterbiopten hebben kunnen verzamelen. Dat was tevoren nog niet echt zo vaak gebeurd. We zijn dus gaan kijken wat er aan de hand is in het weefsel. We hebben gefocust op drie zaken. Eerst en vooral hebben we een klinisch profiel opgesteld van de patiënt aan de hand van zijn medische achtergrond. We zijn gaan bekijken of er een verschil is in gentranscriptie. En we zijn gaan kijken naar de structuur van het weefsel zelf. Laten we beginnen bij de gentranscriptie. Daarvoor hebben we gebruik gemaakt van een nieuwe techniek wat RNA sequencing genoemd wordt. Daar ga ik iets meer over vertellen. Zoals je ziet op de schematische voorstelling op het scherm is dit een hartspiercel of een cardiomyocyte. En de functie van een cardiomyocyte wordt bepaald door eiwitten. De broncode voor de aanmaak van die eiwitten bevindt zich in ons DNA. Dus dat is de dubbele helix in de celkern. En die code wordt vertaald in een RNA-transcript. Wat belangrijk is dat dat RNA-transcript vertaald wordt, gescand wordt en er een eiwit gemaakt wordt. Als er nu een veranderende omstandigheid plaatsvindt, dan kan de cel reageren door andere eiwitten te gaan produceren, om op die manier zijn functie dus te veranderen. Maar niet alle RNA-transcripten coderen voor een eiwit. Er zijn ook RNA-transcripten die op een andere manier de functie van de cel beïnvloeden. Als je nu even het DNA-stukje op het scherm bekijkt, dan zie je dat daar drie genen in zitten. Een rood, een geel en een blauw gen. Bij bijvoorbeeld bij patiënten met sinusritme zie je dat het rode gen erg actief is en het blauwe gen gemiddeld actief en het gele gen is niet actief. Bij patiënten met boezemfibrilleren kan het bijvoorbeeld gebeuren dat het rode gen minder actief wordt en het blauwe en het gele meer actief worden. En RNA sequencing stelt ons in staat om te gaan bekijken welke genen actief zijn en ook hoeveel RNA-transcripten aangemaakt worden. We zijn begonnen met te gaan kijken wat er gebeurt in het linker- en het rechter boezemweefsel. Je ziet, als je even inzoomt op het boezemweefsel, dan zie je dat het linker- en rechterboezem er net iets anders uitzien. Dat is ook belangrijk voor de functie van het hart. En we weten ook dat tijdens de embryonale ontwikkeling dit al een strikt gereguleerd proces is. Maar we weten eigenlijk relatief weinig over de moleculaire mechanismen die gaande zijn in de linker- en het rechterboezemweefsel bij het volwassen hart. En je kan je voorstellen dat al die verschillende risicofactoren voor boezemfibrilleren net een iets andere impact gaan hebben aan de linker- of de rechterkant. Dus wij zijn begonnen met de linker- en de rechterboezemweefsel te gaan vergelijken. Dan kunnen wij 714 RNA-transcripten identificeren die meer of minder tot expressie komen in een van de twee boezemweefsels. Een aantal daarvan waren al bekend,
Maar maar liefst 91% van onze bevindingen zijn nieuwe bevindingen. Dus op die manier dragen we eigenlijk aanzienlijk bij aan het onderzoeksveld. Dan zijn we even gaan bekijken welke RNA-transcripten we nu eigenlijk geïdentificeerd hebben. Dan blijkt dat ongeveer de helft daarvan coderen voor een eiwit. En je ziet op de slide dat sommige meer aanwezig zijn aan de rechterkant, terwijl andere meer aanwezig zijn aan de linkerkant. Twee interessante hits die we hebben gevonden zijn BMP10 en PITX2. Van PITX2 weten we al dat het tijdens de embryonale fase een zeer belangrijk gen is. En er zijn ook onderzoeken die aantonen dat het wel eens betrokken zou kunnen zijn bij het ontwikkelen van AF. Van BMP10 bijvoorbeeld weten wij uit onze andere analyses binnen onze groep dat het waarschijnlijk geassocieerd is met meer bindweefselvorming, ook wel fibrose genoemd. Dat is iets waar ik later ook nog op ga terugkomen. Maar we zien ook dat een groot aantal van de RNA-transcripten die we identificeren niet coderend zijn. En dat is ook interessant om daar in de toekomst verder onderzoek naar te gaan doen. Wij hebben ons nu vooral gefocust op de eiwitcoderende RNA-transcripten, maar het is zeker belangrijk om daar in de toekomst ook naar te gaan kijken. Nu dat we het RNA-profiel in het linker- en het rechterboezemweefsel in kaart hebben gebracht, vragen we ons af hoe het RNA-profiel van AF-patiënten eruit ziet. Dus dat is het volgende waarnaar we zijn gaan kijken. Maar onze patiëntenpopulatie, daar zitten een aantal mensen in met hartfalen. Zodanig extreem zelfs dat ze een harttransplant nodig hadden. En dat heeft natuurlijk een invloed op het RNA-profiel. Daarom hebben we onze patiëntenpopulatie opgesplitst in patiënten zonder en met hartfalen. We zijn dan gaan kijken of er RNA-transcripten geïdentificeerd kunnen worden die gelinkt zijn aan AF. We vinden er 222 bij patiënten zonder hartfalen en 125 bij patiënten met hartfalen. En wat wel interessant is, is dat 35 van die transcripten overlappen en in beide populaties aanwezig zijn. Wat we vervolgens gedaan hebben, is gaan kijken welke functies nu eigenlijk gereguleerd worden door die verschillende RNA-transcripten. Dan zien we dat dat functies zijn die te maken hebben met de contractie van het hart, wat niet heel onlogisch is, gezien dat mensen met boezemfibrilleren een abnormaal ritme hebben. We zien ook dat bijvoorbeeld ontstekingsreacties een belangrijke rol spelen. Dat is ook iets wat al geweten is uit andere onderzoeken. En we zien dat de structuur van hartspiercel en fibrose een belangrijke rol spelen. Van fibrose weten we al uit dierstudies dat een heel erg belangrijke parameter is die een invloed heeft op de geleiding in het hart. Daarom zijn wij ook in onze biopte van onze patiënten gaan kijken naar de structuur van het hartweefsel. Schematisch ziet er dat als volgt uit. Je ziet aan de linkerbovenkant een voorstelling van een normaal stukje boezemweefsel. Je ziet daarin in het zwart hartspiercellen. En die worden eigenlijk verbonden door bindweefsel in het rood weergegeven. En dat maakt het eigenlijk een dynamisch geheel. Je ziet ook dat er fibroblasten aanwezig zijn in het blauw weergegeven. Deze zijn belangrijk omdat ze de componenten produceren van bindweefsel. En je ziet dat er vaatjes aanwezig zijn, waardoor bloed stroomt. Dat is belangrijk voor de voorziening van zuurstof en voedingsstoffen aan het hartweefsel. Wij denken dat bij mensen met AF en mensen met risicofactoren voor AF, de hoeveelheid bindweefsel tussen de cellen zal gaan toenemen, zoals je aan de rechterkant kan zien. Dit proces wordt fibrose genoemd. Vaak wordt fibrose omschreven in de context van een hartinfarct, waarbij hartspiercellen afsterven en vervangen worden door littekenweefsel. Dat noemt dan vervangende fibrose. Maar fibrose kan ook aanwezig zijn tussen levende hartspiercellen in. En dat wordt endomysiale fibrose genoemd. En het onderscheid tussen die twee soorten fibrose is heel belangrijk om te maken, omdat we vermoeden, en er zijn ook studies die dat bevestigen, dat beide types van fibrose net een iets ander impact kunnen hebben op de geleiding in het hart. Andere processen die belangrijk zijn, zijn bijvoorbeeld het vergroten van de hartspiercel, een groter aantal fibroblasten en een kleiner aantal vaatjes. Wij zijn nu een techniek gaan ontwikkelen die al deze verschillende parameters in één stukje weefsel in beeld kunnen brengen. En de analyse daarvan kunnen we op een automatische manier doen. In het vervolg van de thesis hebben we gefocust op endomysiale fibrose. Als je endomysiale fibrose in beeld wilt brengen, dan werd typisch een Sirius roodkleuring gedaan. Dat ziet er als volgt uit. En je ziet dat je daarin heel goed de grote stukken fibrose kan gaan aankleuren. Maar het is iets moeilijker om een onderscheid te maken tussen hartspiercellen en endomysiale fibrose. Met als gevolg dat die analyse vaak handmatig gebeurt, wat erg veel tijd in beslag neemt, maar wat ook afhankelijk is van het ervaringsniveau van de onderzoeker. Wij willen dus een analyse ontwikkelen die op een automatische manier verloopt. Daarvoor hebben we een andere kleuring gedaan, dat is een WGA-kleuring. En hier zie je dat er een groter contrast is tussen de hartspiercel en het fibroseweefsel, wat ons in staat stelt om automatisch
een zwart-wit foto ervan te maken en de totale hoeveelheid bindweefsel in kaart te brengen, maar ook de afstand tussen twee hartspiercellen te gaan meten als maat voor endomysiale fibrose. Dat zijn we gaan toepassen op al onze biopten in de CatchMe biobank. En dan zijn we gaan kijken of er een link is tussen endomysiale fibrose en het klinisch profiel van onze patiënten. Daaruit blijkt dan dat mensen met AF en ook mensen met een hogere leeftijd meer endomysiale fibrose hebben in hun linker- en rechterboezemweefsel. Daarbij moet wel een onderscheid gemaakt worden tussen mensen die af en toe last hebben van een AF-episode, dat zijn de paroxysmaal AF-patiënten, en mensen die langdurig last hebben van AF, dat zijn dan de persistente AF-patiënten. Maar we zien bijvoorbeeld ook dat mensen met hartfalen aanzienlijk meer endomysiale fibrose hebben in het linkerboezemweefsel. Dat is niet geheel onlogisch, want bij hartfalers is vaak de drukverschillen in de linkerkant van het hart groter dan aan de rechterkant van het hart. Dus het is niet onlogisch dat we dit resultaat zien. Maar we zien bijvoorbeeld ook dat bij vrouwen er veel meer endomysiale fibrose aanwezig is in het linkerhart, in het linkerboezemweefsel. Er zijn ook al MRI-studies gebeurd die in die richting verschillende hints geven. Maar het is eigenlijk de eerste keer dat op microscopische schaal in weefselbiopten zo sterk dit effect kan aangetoond worden. Dat is dus zeker iets waarbij toekomstige studies ook rekening mee moet gehouden worden. We weten nu dus dat bij mensen met AF er een ander RNA-transcriptieprofiel is. We weten ook dat er weefselveranderingen zijn in de structuur van het weefsel en dat die gelinkt zijn aan de klinische parameters. Maar tot slot willen wij weten of de veranderingen in weefselstructuur ook gelinkt kunnen worden aan de veranderingen in het gentranscriptieprofiel. Dus dat zijn we in het laatste hoofdstuk van de thesis gaan onderzoeken. We hebben opnieuw onze biopte opgedeeld in linker- en rechterbiopte. En dan zien we 386 RNA-transcripten die gelinkt worden met endomysiale fibrose in de linkerboezemweefsel. En 311 transcripten die gelinkt worden aan endomysiale fibrose in het rechterboezemweefsel. Met een overlap van 112 RNA-transcripten. Maar we weten uit het vorige hoofdstuk dat endomysiale fibrose gelinkt is aan de klinische parameters van de patiënt. Dus daar moeten we voor corrigeren. En als we dat doen, ze corrigeren voor leeftijd, geslacht, AF en hartfalen, dan zien we dat we geen enkel gen kunnen identificeren dat onafhankelijk van de klinische parameters gelinkt is aan endomysiale fibrose. Wat dus wil zeggen dat het onderliggende hartziekte als zodanig een grotere impact gaat hebben op de endomysiale fibrose dan het genexpressieprofiel zelf. Maar vervolganalyses in dit hoofdstuk laten wel zien dat er groepjes van genen zijn, of groepjes van RNA-transcripten die samen wel gelinkt kunnen worden aan endomysiale fibrose. En als we dan gaan kijken welke genen in die groepjes zitten, dan zijn er dat een aantal die al gekend waren, die profibrotische functies hebben, maar ook een aantal waarvan we het nog niet wisten. Dus dat is op zich ook een heel interessant resultaat waarin de toekomst verdere validatie op kan gebeuren. Tot slot wil ik afronden met een aantal conclusies. Uit hoofdstuk 2 weten we dat de genexpressie tussen de linker- en de rechterboezem aanzienlijk verschilt. Uit hoofdstuk 3 weten we dat hartfalen en AF een sterk effect hebben op de genexpressie in de boezems. Vervolgens weten we ook dat analyse van deze genexpressieprofielen laat zien dat bindweefselvorming en ook ontstekingsreacties belangrijke factoren zijn die een rol spelen bij AF. We weten dat geslacht, AF, leeftijd en hartfalen bijdragen aan de ontwikkeling van endomysiale fibrose in de boezems. En tot slot weten we dat de genexpressieveranderingen geassocieerd met endomysiale fibrose afhankelijk blijken te zijn van het klinische profiel van de patiënt. Dankjewel voor jullie aandacht. Ik geef het woord graag terug aan de prorector. Dankjewel voor deze heldere, maar ook zeer mooie presentatie. En de oppositie zal nu worden geopend door professor Volders. Hij is hoogleraar genetische cardiologie aan deze universiteit en tevens voorzitter van uw beoordelingscommissie. Professor Volders. Dankjewel, meneer de prorector, meneer de kandidaat, proficiat. Prachtig werk. 7 krachtige hoofdstukken, vind ik. En ook al gepubliceerd werk. En er zal vast nog veel meer uitkomen, daar ben ik zeker van. Het brengt ons op heel veel manieren bij associaties tussen de genetica en het hart. Dat hebt u heel goed aangegeven, ook in deze presentatie. En dat is op zichzelf wel een compliment waard. Ook omdat u de beschikking had over unieke weefsels. U had humaan hartweefsel. Hoe makkelijk kom je daaraan? Dat is natuurlijk niet eenvoudig. En dat is natuurlijk ook een compliment aan de collega's van de afdelingen cardiothoracale chirurgie, waar ze daar hun werk voor hebben gedaan. Uiteraard ook mijn lofuitingen aan professor Schotten, professor Stol, die er helaas niet bij is, en dokter Verheuren.
We leven in een tijd van polygene risicoscores. En in toenemende mate worden die ingezet bij de risicoafwegingen van boezemfibrilleren. Nou, er zijn er heel veel studies over verschenen, ook studies vanuit Boston, waar ze hebben aangetoond dat bepaalde scores door common variants naast elkaar te leggen voorspellende waarden hebben. Maar dat is allemaal gebeurd op het onderzoek met genome-wide association. Mijn eerste vraag is of u voor wat betreft uw eigen resultaten een vergelijking heeft gemaakt met de uitkomsten van die polygene studies op basis van GWAS. Ja, geachte hooggeleerde opponent, dank voor uw mooie woorden en uw vraag. Dat is inderdaad een heel goede vraag. Het is niet zo makkelijk om de vergelijking te maken tussen common gene variants die gevonden worden bij genome-wide association studies en de resultaten uit onze analyse, simpelweg omwille van de techniek. Dus het nadeel van gene-wide association studies is dat ze heel vaak gaan kijken naar SNPs of single nucleotide polymorphisms in het genoom, die geassocieerd worden met een hoger risico op AF. Maar het probleem van die studies is dat die SNPs vaak tussen genen inzitten en dat het moeilijk is om te gaan identificeren welke risicovarianten nu de prioritaire varianten zijn en welke genen daardoor beïnvloed worden. Dat is dus het voordeel van RNA sequencing wat wij gedaan hebben, is dat we rechtstreeks gaan kijken naar, naar genexpressie in het atriale weefsel zelf. Want bijvoorbeeld bij GWAS wordt ook niet altijd atriaal weefsel meegenomen en sommige genen zijn beperkt in expressie, bijvoorbeeld in het atrium. Dus dat is een zekere meerwaarde van RNA sequencing, wat wij gedaan hebben. Een andere belangrijke factor waarom dat die resultaten niet altijd één op één vergeleken kunnen worden, is omdat bij genome-wide association studies vaak te weinig rekening wordt gehouden met de comorbiditeiten die aanwezig zijn in patiënten. En ik denk dat dat een van de sterktes is waar wij wel rekening mee hebben kunnen houden. Dus het is niet eenvoudig om die twee te gaan vergelijken. Daar bestaan wel technieken voor om bijvoorbeeld de link te maken tussen SNPs en expressie van genen. Bijvoorbeeld EQTL-analyses. Maar daarvoor moet je enorm veel power hebben. En daar hebben we niet heel uitgebreid naar kunnen kijken. Dankjewel. Dus zou je zeggen dat de toegevoegde waarde van uw eigen proefschriftwerk erin is om naast de polygene risicoscores te leggen als je risico's wil gaan voorspellen bij mensen met boezemfibrilleren, of zijn we nog niet zover? Is uw werk wel een ontwikkeling in die richting, maar nog niet zo sterk genoeg om daarbij de polygene risicoscores te beïnvloeden? Ik denk dat het belang van RNA sequencing er vooral in zit dat je dus genen gaat identificeren die waar je meer kan leren over de onderliggende mechanismen, hoe dat bepaalde genexpressieprofielen gelinkt zijn aan AF. Terwijl dat is nu net wat bij een genome-wide association studie niet kan. En ik denk dat dat belangrijk is om daar in de toekomst verder op in te zetten. Omdat we bijvoorbeeld weten dat een heel groot deel van de verwachte erfelijkheid van AF nog niet verklaard is. Ja. Dus met die genome-wide association studies. Dus het draagt zeker bij tot het algemene kennis in het veld, RNA sequencing. Maar ik denk dat de polygene riskscores als zodanig voorlopig voornamelijk door de GWAS-snips bepaald gaan blijven. Ja. Uw eigen werk is natuurlijk ook gebaseerd op associaties, dus het zal een verlengde liggen hiervan voordat we mechanistisch een stukje verder zijn en daarmee ook het kunnen betrekken bij diagnostiek en behandeling van de patiënt. Een andere vraag die ik heb gaat over hoofdstuk 3. Waar u dus de beschrijving maakt over de transcripten van de linker en de rechterboezem en het hartfalen wat daarbij komt. De eerste vraag is, hoe hebben jullie gecorrigeerd voor het feit dat de mensen die hun hartweefsel ter beschikking hebben gesteld, een hartoperatie ondergingen, wat natuurlijk op zichzelf al een prima reden is om boezemfibrilleren te krijgen. Hoe hebben jullie daarvoor gecorrigeerd? Ja, dat is een zeer terechte vraag. Dat is inderdaad een heel groot probleem, want je krijgt nu eenmaal geen weefsel van gezonde mensen. Ja. Dat is natuurlijk heel moeilijk. Dus de ideale controlegroep, ja, die bestaat helaas in deze context niet. Dus je moet inderdaad goed gaan corrigeren voor allerlei verschillende factoren. Ja. Wij zijn eigenlijk een aantal dingen gaan doen. We hebben eerst en vooral hebben een aantal expliciete parameters geïdentificeerd waarin we zeker geïnteresseerd zijn. Dat is op basis van literatuur, maar ook op basis van een univariate analyse. Dat bleken dus de belangrijkste waren dan hartfalen, boezemfibrilleren, leeftijd en geslacht. Die hebben we expliciet gemodelleerd. Dan hebben we een principal component analyse gedaan, waarin we een aantal klinische parameters verzameld hebben die ook een bijdrage kunnen leveren op de effecten in het boezemweefsel. En we hebben dan dat hebben we ook gedaan om de dimensionaliteit van onze database te verkleinen. Want ik kan niet al die verschillende parameters mee gaan nemen in een model. Dus ja, je moet daar
minder parameters hebben, dus vandaar de principal component analyse. En tot slot hebben we een surrogaat variabele analyse gedaan, omdat we een aantal andere effecten verwachten, zoals technische variatie, die we ook goed moeten schatten. En we al die drie verschillende factoren hebben we in een mixed model gezet, zodat dus het effect van boezemfibrilleren en van, ja, dus onafhankelijk geschat kan worden van de andere parameters. Oké, dankjewel. Ik kijk even naar de ProRect. Is mijn tijd al om of mag ik nog één vraag stellen? Ik ben tijd dus om. Dankjewel. Heel goed gedaan. Dank u wel, professor Volders. De oppositie zal nu worden voortgezet door professor Brundel. Zij is hoogleraar moleculaire fysiologie en farmacologie van de cardiovasculaire ziekte aan Amsterdam Universitair Medisch Centrum. En zij is tevens lid van uw beoordelingscommissie. De universiteit is zeer erkentelijk voor uw deelname aan deze oppositie vanuit Amsterdam. En het woord is aan u. Ja, dank u wel, meneer de rector. Geachte kandidaat, allereerst wil ik u van harte feliciteren met uw proefschrift, waarin u de bevindingen van het Catch Me-project heeft beschreven. Ik moet u zeggen dat ik het boekje nog niet als een hardcopy heb mogen ontvangen, maar ik hoorde dat hij al wel in de onderweg is naar Amsterdam, dus waarschijnlijk straks na de promotie kan ik uw boekje inzien. Uiteraard wil ik uw promotieteam en uw familie ook bij de felicitaties betrekken. Ik wil graag met u van gedachten wisselen over hoofdstuk 5. Dat is de rol van fibrose op de verschillende stadia van boezemfibrilleren. U heeft daarvoor een WGA-staining gebruikt. En studies laten zien dat WGA goed is, gebruikt kan worden om de mate van fibrose na een ischemic event te kwantificeren. En dan gaat het denk ik vooral om vervangende fibrose. Nou, en als u kijkt in hoofdstuk 5, ziet u dat die effecten van fibrose tussen de verschillende stadia van AF en rechts en links niet extreem groot zijn, kan dit te maken hebben met het type stening, dus die WGA-stening, en dus de methodiek die u heeft gebruikt. De geachte hooggeleerde opponent, bedankt voor uw vraag. Ik wil me allereerst al verontschuldigen voor het feit dat het hardcopy nog niet in Amsterdam is aangekomen. Die is anderhalve week geleden ongeveer opgestuurd, dus ik vermoed dat Sinterklaas daar iets mee te maken heeft. Wat betreft uw vraag, we hebben dus inderdaad een WGA-kleuring gedaan, specifiek om vooral naar endomysiale fibrose te kunnen gaan kijken. Als we dan vergelijken met andere studies, waar vaak naar vervangende fibrose ook gekeken wordt, dan is ook de schaal waarop wij kijken van belang. We zoomen redelijk fel in het weefsel om goed endomysiale fibrose in beeld te kunnen brengen. En dat wil zeggen dat we minder goed de totale fibrose in beeld gaan brengen. Dus ook de perimysiale fibrose hebben we iets minder goed in beeld gebracht. Dus dat kan een reden zijn waarom we daar iets minder verschillen in zien in de totale fibrose. Maar u denkt wel dat die WGA-stening de beste stening is om fibrose te kwantificeren in de hartoren? Dat hangt er een beetje van af wat u juist wil aantonen. Dus als u echt wil gaan kijken naar vervangende fibrose, dan zou ik aanraden om een Sirius rode of een Mason-Stich-Chromkleuring te gaan doen, omdat die stenings gewoon prima zijn om dat te gaan onderzoeken. Maar voor endomysiale fibrose zijn zij niet geschikt. En wel WGA kleurt bepaalde suikermoleculen in de ECM-matrix aan. Onder andere ook in collageen komen die heel veel voor. Dus in dat opzicht is het ideaal om endomysiale fibrose aan te kleuren, waardoor het voor onze analyse natuurlijk ideaal geschikt is. Ja. Maar als u geïnteresseerd bent in overall fibrosis, dan zou ik zeker ook een Mason-Stich-Chromkleuring aanraden. En kijk, je ziet niet echt hele duidelijke verschillen in de mate van fibrose tussen de groepen. En zou dit ook kunnen komen door de huidige klassificatie van de patiënten in paroxysmaal versus persistent? Ik heb me laten vertellen door cardiologen dat dit best een kunstmatige klassificatie is. Wat is uw opvatting daarvan? Die klassificatie wordt vooral gebaseerd inderdaad op het ritme op dat moment. Maar die houdt ook weinig rekening met onderliggende mechanismen. Dus dat zou inderdaad een belangrijke rol kunnen spelen. En wat daar ook bij belangrijk is, is dat wij AF, of ritme geschiedenis, als parameter meegenomen hebben. En niet het acute ritme op het moment van de operatie zelf. Dus dat is ook nog wel een onderscheid waar we zeker wat in het achterhoofd gehouden moet worden. Ja. En dat heeft professor Schotten en professor Natasja de Groot uit het Erasmus MC hebben laten zien dat tussen de groepen paroxysmaal en persistent AF een hoge mate van electrical conduction abnormalities wordt gemeten.
Zou dat niet een betere parameter zijn? Voor de klassificatie en dus ook voor de correlaties over de rol van fibrose? Dat zou zeker een goede parameter kunnen zijn. En ik vind het vooral interessant dat u deze vraag stelt, want ik denk dat het vooral nuttig is dat we inderdaad nadenken over hoe we de klassificatie van AF kunnen verbeteren. Want er blijkt inderdaad in de kliniek, ook uit andere onderzoeken, dat de huidige klassificatie vaak toch tekort schiet aan wat er effectief gaande is in het weefsel. Dus het is op zich een zeer interessante vraag dat u stelt. En dit is een van de voorbeelden hoe dat bijvoorbeeld in de toekomst zou beter kunnen gedaan worden. Ja, kunt u een toekomstig experiment verzinnen hoe wij deze analyses beter kunnen uitvoeren? Wat voor type experiment zou u dan willen uitvoeren? Met deze analyses bedoelt u het aantonen van endometriale fibrose? Ja, fibrose gecorreleerd met electropathology. Wat voor type experiment of studie zou u dan willen uitvoeren? Wat zeer moeilijk is, is de schaal waarop je werkt. Dus elektrische verschillen worden vaak gemeten op de millimeterschaal. En endometriale fibrose is op de micrometerschaal. Dus daar zit al een verschil in. Plus, je neemt een weefselbiopt af van een bepaalde plaats. Je gaat dat dan snijden onder de cryotoom. En om dat dan terug te gaan koppelen naar waar exact uit het boezemweefsel dat biopt gekomen is, is al een zeer moeilijke stap. Dus om één op één de vergelijking te gaan maken, dat is denk ik een van de moeilijke zaken. Los daarvan zou je bijvoorbeeld high voltage mapping kunnen gaan doen, of optical mapping bedoel ik, kunnen gaan doen, om te gaan meten wat er juist op gebied van geleiding aan de hand is in het weefsel, en dat dan gaan correleren aan de metingen die je doet in je weefselbiopt, rekening houdend met het feit dat je niet één op één aan het vergelijken bent. Nou, heb ik volgens mij timer, heb ik nog 30 seconden. Dus ik wil nog snel een vraag stellen over hoofdstuk 6. Daarin beschrijft u die clusters van eiwitten, met name ribosomale structuren regulatie eiwitten. Die spelen een rol mogelijk bij boezemfibrilleren. Hoe kunnen deze mechanismen cardiomyocyte remodeling, maar ook fibrose aanzetten of reguleren? Ja, dat komt die cluster is voornamelijk een hit omwille van de genen die erin zitten die ook overeenkomen met processen van proteostasis. En ik heb ook onlangs een interessante review van u daarover gelezen. Dus proteostasis en het inflammasoom, die dragen inderdaad bij tot structurele remodeling in het boezemweefsel. Omdat dus de proteostasis is eigenlijk gewoon de balans tussen het aanmaken en het transporteren en het afbreken van nieuwe eiwitten. En wanneer dat fout gebeurt, krijg je eigenlijk stress op het endoplasmatisch reticulum. En dat kan dus ervoor zorgen dat je protein quality control met de heat shock proteins en zo, dat fout loopt. En dat je dus op die manier structurele remodeling in de hand gaat werken. Ja, dank u wel voor uw antwoorden. Ik geef het woord graag terug aan meneer de rector. Dank u wel, professor Brundel. De oppositie zal nu worden voortgezet door dokter Liens. Hij is cardioloog onderzoeker aan het Maastricht Universitair Medisch Centrum Plus en tevens lid van uw beoordelingscommissie. Dokter Liens. Ja, bedankt. Gefeliciteerd voor deze proefschrift. En ja, ik heb het nu ook van vandaag echt als hardcopy gezien. En daar zien wij ook, denk ik, opnieuw dat digitale proefschrift en echt een echte proefschrift wel een heel grote verschil is. Een heel mooi boekje. Heel mooi boekje. Ik heb een aantal vragen. Biopten. Dat is dat wat jij met name hebt geonderzoekt in deze proefschrift. Biopten worden altijd op één tijdpunt geselecteerd. En alleen op één plek. En een patiënt blijft ook niet altijd stabiel qua Risikofaktoren, qua Leeftijd und anderen Dingen. Als je bijvoorbeeld nu drei Biopten in één Patient auf einen Zeitpunkt sollte haben. Denkt ihr, dass das hier stabil sollte sein, ob wir drinne Plecken in der linken oder rechter Busen, um das tot nu, was das Alter verlegen, zwischen rechter Busen und linker Busen, bijvoorbeeld Septum, ist auch ein Legendel von linker und rechter Busen. Was denkt ihr, was ist der Influt, bijvoorbeeld? Was sollten wir da verwachten? Geachte zeer geleerde opponent, dank u wel voor uw vraag en ook uw mooie woorden over mijn hardcopy van de thesis. Dat is inderdaad een heel belangrijke vraag. Dat is een terechte opmerking. Laten we beginnen bij de timing.
Een van de grootste beperkingen van dit soort onderzoek is dat je bijvoorbeeld geen prospectieve studies kan gaan doen, want de mogelijkheid om twee keer een biopt af te nemen bij dezelfde patiënt over verloop van tijd is gewoon niet aanwezig. Dus dat is, dan moeten we zeker realiseren dat dit een tijdsopname is. Dus ook de RNA-transcriptieprofielen, dat is echt een snapshot die we op dat moment nemen. Ik verwacht dat de verschillen lokaal niet per se heel groot zullen zijn, zeker op basis van fibrose niet, omdat wij uit diermodellen, daar zijn we bijvoorbeeld het linker atrial appendage gaan vergelijken met het vrije wandweefsel van het linker atrium. En daar zien we dan vergelijkbare patronen terugkeren in zowel de hartoortjes als het vrije wandweefsel. Maar wat we wel hebben laten zien in deze thesis, is dat het echt belangrijk is om linker- en rechterbiopten mee te nemen. Omdat heel veel onderzoek gebeurt op één van de twee. Dan mis je gewoon bepaalde effecten. Dus het is zeker belangrijk om die twee te gaan vergelijken. Ja, en als je een kans hebt gewoon eentje van de twee boezems te kiezen, welke zouden wij als klinici bijvoorbeeld prefereren? Zoals wij bijvoorbeeld alleen één biopte mogen. Ik verwacht dat klinici waarschijnlijk liever naar de linkerkant gaan kijken, omdat daar de effecten van hartfalen en van ook AF en andere aandoeningen, zoals mitraalklepproblemen, veel sterker aanwezig gaan zijn. Ook de drukverschillen zijn daar echt groter. Dus ik denk dat een klinicus altijd voor links zou kiezen. Ja. Risicofactoren. Het was natuurlijk, zo elke analyse was wel gecorrigeerd voor verschillende risicofactoren. Geïdentificeerd waren ein Anteil von 4 auf 5 Risikofaktoren, die einen Einfluss mit Namen haben. Es sind auch natürlich Hilfe Risikofaktoren, die sonst möglich zu identifizieren sein, mit 2 auch frei variabel sein. Das bedeutet, als wir bijvoorbeeld 3-4 Kehr Blutdruck meten, ob 3 verschiedene Zeitpunkten, ob der Poli, der Horis und ob ein anderer Pleck, dann kann je wel ein kategorisches Verschill haben zwischen Patienten mit und Sonderhypertensie. Welke meting was da altijd nu dan gebruikt? Was is dan eentje op de poli, eentje wat de patiënt heeft reported? Ja, dus dat zijn inderdaad, dat is misschien een van de grootste beperkingen van onze biobank die wij nu hebben aangelegd, is dat wij bijna retrospectief weefsels verzameld hebben en dan op zoek zijn gegaan naar de klinische gegevens die bij deze weefselbiopte horen. Dus we hebben zelf niet de mogelijkheid gehad om bijvoorbeeld de patiënt te zien. Dus wij moeten volledig vertrouwen op de gegevens die ingevoerd zijn door de diagnosticerende cardioloog. Dus dat brengt wel een aantal beperkingen met zich mee. Bijvoorbeeld ook dat wij geen echodata hebben kunnen gaan bekijken. Dus dat brengt inderdaad een aantal limitaties met zich mee. We zijn op dit moment ook de RACE5-studie aan het doen. Dat is gecentreerd hier in Nederland. En daar zijn we veel beter in staat om echt op voorhand goed na te denken over welke gegevens willen we bekijken, op welke manier willen we dat bekijken, en die dus mooi op een gecoördineerde manier te gaan verzamelen. Dus daar zijn die problemen iets beter aangepakt dan bij de CATCH-ME-studie. Ja. Behandelde hypertensie in vergelijking met niet behandelde verhoogde bloeddruk? Behandelde hartfalen in vergelijking met niet behandelde hartfalen? Ja, also dat was natuurlijk altijd een klinische diagnose. Maar als het bijvoorbeeld hartfalen behandeld is, dan zou er eigenlijk de trigger, die oorzaak voor mogelijke genetische veranderingen wel eigenlijk weg zijn. Als met name niet iets voorbepaald is, maar alleen hemodynamiek bijvoorbeeld een rol speelt. Ja, dat is misschien wel de grootste limitatie van onze klinische database, is hartfalen. Omdat normaal gezien stel je de diagnose hartfalen op basis van echodata en NT-proBNP-data. Klinische profiel, symptomen van de patiënt. Maar ja, we hebben de patiënt dus niet gezien. En we hebben ook van de meeste patiënten het echo zelf niet. We hebben wel een aantal parameters doorgestuurd gekregen, maar het echo zelf hebben we niet. We hebben ook geen biomarkerdata. Dus we vertrouwen daar volledig op de cardioloog. Maar het belangrijkste probleem daar is dat we geen onderscheid kunnen maken tussen heart failure met reduced of preserved ejection fraction. Dus dat maakt een enorm groot verschil. En we hebben gewoon te weinig ejectiefractiedata van onze patiënten. Maar dat is ook iets waar we bij RACE 5 op gefocust hebben. En daar hebben we wel van alle patiënten ook ejectiefracties. Dus dat is een interessante klinische vraagstelling die we nu niet kunnen beantwoorden. Maar in de toekomst hopelijk wel. Ja. Misschien nog één laatste? Nee, dat was het. Dank u. Ja. Dank u wel, dokter Lintz. De oppositie zal nu worden voorgezet door dokter Jack Kleutjens. Hij is universitair hoofddocent patobiologie aan deze universiteit.
Dank u wel, prorector. Geachte promovendus, ik heb je leren kennen als gedreven tutor in blok 2.1, circulatieademhaling 2. En ik denk dat het een goede leerschool is geweest om je naast onderzoek ook een beetje te bekwamen in onderwijs. En dat staat natuurlijk ook wel heel goed op je cv. Maar nu terug naar je proefschrift. Je hebt een heel mooi stuk werk geleverd. En ik wil jou feliciteren, maar ook je hele promotieteam. Gezien mijn achtergrond als bioloog binnen de vakgroep pathologie en met interesse met name kwantificeren van data uit histologisch materiaal, zal het je niet verbazen dat mijn vragen met name gaan op je tweede deel van je boekje, en met name hoofdstuk 4, 5, klein beetje 6. In het tweede deel van het proefschrift, daar beschreef je de ontwikkeling van een set algoritmen die werden gebruikt om verschillende histologische parameters uit poepenmateriaal te halen. En in uw geautomatiseerde systeem om histologische parameters te maken, maak je gebruik van foto's van histologische koepels die je analyseert met JavaSite. Wij zijn binnen de pathologie momenteel bezig om zaken te digitaliseren. We gaan een digitale pathologie toe, waarbij we dus whole slide images gebruiken. En we hopen dan naar een pathologie 2.0 te gaan, waarbij we ook algoritmes willen loslaten op die whole slide images, voordat de patholoog erin gaat kijken. En dan afhankelijk van het ziektebeeld, bepaalde vraagstellingen, en dan hoop je dan dat daar al bepaalde data uitkomen, zodat die patholoog aan de hand daarvan kan zeggen, nou, dat gebruik ik, of nou, ik ben toch een andere mening toegedaan. Dan mijn eerste vraag is eigenlijk, kan dat JavaSite gebruikt worden op whole slide images? Ik weet niet goed hoe die digitale tools in zijn werk gaan, hoe dat het zit met de kleuring die gebeurt. Als je de WGA-kleuring kan uitvoeren op whole size images, dan zou je waarschijnlijk van de alleszins de algemene principes van JavaSite zou je kunnen gaan gebruiken voor Het grote probleem van deze files, die zijn immens groot. En je moet het eigenlijk vergelijken met Google Earth. En je zoomt in en je hebt alleen maar details op dat moment ter beschikking waar je op dat moment heel erg in wil gaan kijken. Dus ja, ik vroeg me dat af van misschien kunnen wij dat ook gaan gebruiken. Ik denk misschien dat het zelfs een voordeel kan zijn, want als het zodanig grote files zijn, dan wil je die zeker niet met de hand gaan analyseren. Dus ik denk dat het zeker goed is om dat inderdaad te automatiseren. In hoofdstuk 4 en 5, dan ga je dus kijken naar structurele veranderingen. En je gebruikt biopten. Heb je daar geen last van perivasculaire fibrose? Waarschijnlijk niet van sub-epicardiale of sub-endocardiale fibrose, maar perivasculaire fibrose, wordt dat automatisch door dat programma eruit gegooid, die data? Dat is een zeer terechte vraag. Op zich wordt het er niet door het programma uitgegooid. Dus als we het in beeld brengen, dan wordt het geanalyseerd. Maar wij zijn bij het imagen van de weefsels hebben we geprobeerd om echt de grote vaten, om die niet in beeld te brengen. Dus die de perivasculaire fibrose rond die vaten, die hebben we in elk geval niet geanalyseerd. Bij whole slide imaging moet je dus daar wel een logaritme op loslaten om die dan automatisch eruit te gooien. In hoofdstuk 6, daar gaat u ook in op de rol van de extracellulaire matrix turnover, de synthese, remming van de afbraak, waardoor je ook meer collageendepositie krijgt. En u ziet daarbij een rol weggelegd in hoofdstuk 4 en 5 voor de fibroblast. Maar ja, wat is nu een fibroblast? Bestaat er maar één type fibroblast of zijn er verschillende meerdere types en hoe kunnen die ontstaan? Ja, dus inderdaad, er zijn verschillende processen die kunnen leiden tot een fibroblast, verschillende oorsprongen, zal ik maar zeggen. Maar belangrijk is ook dat de fibroblast op zich niet één celtype is. Je kan ook een gedifferentieerde fibroblast hebben, dus een myofibroblast. En in het opzicht van fibrose is waarschijnlijk de myofibroblast interessanter zelfs dan de fibroblast zelf, omdat die natuurlijk zorgt voor de aanmaak van onder andere collageen en onder andere groeifactoren en dergelijke die de profibrotische pathway gaan triggeren. Dus het is wel interessant om daar ook naar te gaan kijken. En daar hebben we ook over nagedacht. Je zou ook een andere marker kunnen gebruiken dan vimentine. Dus je kan bijvoorbeeld alpha smooth muscle actin gaan gebruiken, die dan aanwezig is op de myofibroblast. Het probleem met alpha smooth muscle actin was dat dat niet echt specifiek voor fibroblasten is, maar dat die ook op cardiomyocyte en andere structuren aanwezig is. En dan heb je natuurlijk een crosstalk. En het grootste probleem van vimentine, dat wij nu gebruikt hebben, is dat je een crosstalk hebt met endothel. Maar aangezien wij dus een endothel... Daar wil ik meteen even op inhaken, als het mag. Ja, want ja, vimentine, wat kleurt dat nu aan binnen de cel? Het is een mesenchymale marker. Ja, dus dat is een eiwit van het cytoskelet dat die aankleurt. En welke cellen kan die aankleuren binnen uw atrium?
Nou, in ieder geval, of van de patiënten of de geiten die u heeft gebruikt. Voor zover ik weet, zijn dat voornamelijk fibroblasten en endotheelcellen. We hebben dus een correctie voor endotheel omwille van de CD31-kleuring. Ja, oké. Okay. Nou, behalve fibroblast en endotheelcellen doet het ook heel veel met heel veel andere cellen. Het is echt een panmesogemale marker. Dus wat dat betreft leek me dat een hele slechte keuze. Ik vergeleek dat met een slimme camera die boven een autosnelweg hangt en je wil eigenlijk de rode auto's uitfilteren, de fibroblasten. Nou, dan gooi je in ieder geval de bussen, de vrachtauto's, bestelautootjes eruit. En dan hou je eigenlijk al je fibroblastachtige mesogemale cellen over. Nou, dan gebruikt u in uw algoritme in ieder geval een CD31, een endotheelcelmarker. Dat subtraheert u van uw totale autopopulatie. Maar dan hou je nog steeds de andere cellen, want gladde spiercellen kunnen daarmee reageren. Daar kunnen lymfocyten mee reageren, kunnen macrofagen mee reageren. Dus zou het niet beter zijn geweest om echt een andere specifiekere marker dan dimentine te gebruiken? En heeft u daar ook bepaalde ideeën over? Ja, je hebt ook andere fibroblastmarkers, maar ook daar heb je vaak het probleem dat ze of niet specifiek genoeg zijn, of niet voldoende op alle fibroblasten aanwezig zijn, of niet in voldoende hoeveelheid aanwezig zijn om te kunnen meten. Dus met heel veel fibroblastmarkers heb je inderdaad problemen. We hebben dus een keuze gemaakt voor Vimentine omwille van de dubbelkleuring. Maar het is inderdaad, we kunnen inderdaad een andere marker in de triple staining inbrengen en een andere marker gaan gebruiken in de toekomst. Dus daar moeten we zeker over nadenken, ja. En dat leek me met name interessant, en dat geeft u zelf ook aan, maar u schrijft ook letterlijk in hoofdstuk 4 een discussie, de application of a Meyer fibroblast specific markers such as alpha-synuclein actin was outside the scope of this article. Dat vond ik namelijk eigenlijk wel een gemiste kans, want er zijn heel veel nieuwe markers die met name ook de fibroblasten waar u met name in geïnteresseerd bent, dat zijn met name de collageen of extracellulaire matrix producerende fibroblastachtige cellen, om die dan specifiek te labelen. Ja. Dus misschien iets voor het vervolgonderzoek. Ja, dat is inderdaad een goede opmerking. Dat denk ik dat ik inderdaad in de toekomst nog aan ga terugdenken. Onder andere een dubbelstening om de twee te vergelijken zou wel een goed idee zijn, denk ik. Dus ik denk dat we daar in de toekomst wel mee aan de slag gaan. Oké, ik geef het woord terug aan de prorector. Dank u wel, dokter Kleutjes. De oppositie zal nu worden voorgezet door professor De Groot. Hij is hoogleraar klinische elektrofysiologie van het hart in het Amsterdam Universitair Medisch Centrum. En onze universiteit is ook u bijzonder erkentelijk voor de lange reis die u heeft gemaakt om deel te nemen in deze oppositie, ondanks de afwezigheid van receptie en diner. Professor De Groot, hoort het aan u. Dank u wel, meneer de prorector. Meneer de kandidaat, het is een genoegen om hier te kunnen zijn. En voor ik met u van gedachten wissel over de inhoud van uw proefschrift, wil ik u graag feliciteren met het gereed komen ervan. In tegenstelling tot een aantal collega's heeft het proefschrift mij gisteren op tijd bereikt. Dat is misschien niet heel lang van tevoren, maar aangezien er ook een digitale versie was dat meer dan voldoende. Het is een prachtig boek geworden. En in mijn felicitaties betrek ik ook graag uw naasten en uw promotieteam. Ik wilde het graag met u hebben over hoofdstuk 3, waarin u in biopten van patiënten die een hartoperatie ondergaan een RNA-sequencing doet, om aldus te kijken naar welke genen er tot expressie komen in patiënten met en zonder boezemfibrilleren. En in uw praatje dat aan de verdediging vooraf ging, hebt u al gezegd dat daar aan dat model tekortkomingen kleven. Je bent namelijk afhankelijk van mensen die een open hartoperatie ondergaan en die hebben vaak iets. En de meeste mensen hier aanwezig die niets hebben, die willen hun hart graag houden. Dus dat blijft ook zo. Dat is een tekortkoming. Maar mijn eerste vraag is, wat zit er nou eigenlijk in die biopte? U zegt heel discreet atriaal weefsel, maar uiteindelijk kijk je naar de RNA-expressie van de hele soeppot van allerlei verschillende celtypen, myocyten, fibroblasten, andere mesenchymale cellen, gladde spiercellen, vetcellen en wat er nog voor meer prut in dat weefsel zit. Dus mijn vraag is, wat zit er precies in en is dat hetzelfde in de groepen die u met elkaar vergeleken hebt? Heb u daarvoor gecorrigeerd? Geachte hooggeleerde opponent, dank u wel voor uw vriendelijke woorden en ook nogmaals dank u wel voor uw aanwezigheid, want het is inderdaad een eindje rijden. Wat betreft uw vraag,
Dat is een zeer terechte opmerking. We hebben bulk sequencing gedaan, dus het weefsel wordt gehomogeniseerd. Dus we weten op dit moment niet de resultaten die wij zien, degenen die daaruit komen. Wij weten niet uit welk celtype dat die komen. Het is perfect mogelijk dat een bepaald effect in een fibroblast één richting uitgaat en in de cardiomyocyte de andere richting opgaat. Dus het is zeer belangrijk in de toekomst om de resultaten die wij nu gezien hebben te gaan valideren en te beginnen met te identificeren welke celtypes verantwoordelijk zijn voor deze genen. Dus we kunnen bijvoorbeeld single cell sequencing gaan doen, waar we dus meer in staat gaan zijn om aparte celpopulaties te gaan bekijken. En als we dan een type cel eruit gepikt hebben waar dat een sterk effect aanwezig is, dan kunnen we bijvoorbeeld met celtypes gaan werken om dat verder te onderzoeken. Of we kunnen het gaan uitbreiden naar dierstudies. Maar het is inderdaad een zeer terechte opmerking die u maakt, dat degenen die wij zien, dat van bulk RNA sequencing komt. Maar het is ook hypothese genererend onderzoek in eerste instantie, dus het is exploratief om een aantal mogelijke pathways in kaart te brengen. Maar ik denk dat inderdaad de validatiestap zeker zo belangrijk is. Dank u wel. En vervolgens besluit u dat hoofdstuk met de conclusie: we vinden belangrijke verschillen tussen weefsel afkomstig van patiënten met persisterend boezemfibrilleren vergeleken met weefsel van mensen die in een normaal sinusritme zijn. Maar bij paroxysmaal boezemfibrilleren, het aanvalsgewijze boezemfibrilleren, wat geduid wordt als een nou, minder voortgeschreden vorm, vinden we dat eigenlijk niet. Dat wil zeggen, we vinden wel veranderingen en die gaan dezelfde kant op als bij persisterend boezemfibrilleren, maar dat is niet significant. En ik maak me daar niet zo'n zorgen over, want ik zou zeggen dat onderschrijft dat de scheiding van de klinische classificaties in paroxysmaal en persisterend boezemfibrilleren ook een fundamentele pathofysiologische basis heeft. Maar dan komt u tot de conclusie dat die meer uitgesproken expressie in persisterend boezemfibrilleren komt door de ritmestoornis zelf. En mijn vraag aan u is, hoe weet u dat? Ik snap dat de associatie er is, maar als je geen interventie doet, dan kun je denk ik niet meer doen dan het beschrijven van die associatie. En dan kan er heel goed een factor X zijn of een ander drijvend proces dat boezemfibrilleren veroorzaakt, wat verschillend is in die verschillende groepen. Ja, nee, dat is inderdaad een terechte opmerking. Ik denk dat die zin in de thesis waar het over heeft, dat die misschien wat sterk uitgedrukt is. Want we zien inderdaad dezelfde richting van effect in paroxysmaal AF, maar veel minder sterke effect size. Maar hoe dan ook, het is sowieso moeilijk om oorzaak en gevolg uit deze studie te gaan distilleren. Vandaar ook opnieuw de validatiestudies belangrijk zijn. Maar het is een zeer terechte opmerking dat causaliteit, daar kunnen we weinig over zeggen in deze database. Dan heb ik nog één korte vraag, want ik begrijp uw antwoord heel goed. U zegt, we hebben voor het bestuderen van de geschiedenis van boezemfibrilleren hebben we gebruik gemaakt van de richtlijnen. En toen keek ik in uw referentielijst en toen zag ik dat u gebruik gemaakt had van de Amerikaanse richtlijnen en niet van de Europese. Is daar een reden voor? Dat is een verstrooidheid van mezelf, zou ik zeggen. De diagnosticerende cardioloog die het weefselbeeld heeft genomen, dat is natuurlijk in Europa. Dus zij hebben gebruik gemaakt van de Europese richtlijnen. Ik heb alleen, denk ik, per ongeluk de Amerikaanse richtlijnen naar verwezen. Maar het is wel degelijk de Europese richtlijnen die gevolgd zijn. Ja. Dank u wel. Ik ben tevreden met uw antwoorden en geef het woord graag terug aan de prorector. Dank u wel, professor De Groot. De oppositie zal nu voortgezet worden door professor Schroen. Zij is hoogleraar Exudatele Cardiologie aan deze universiteit. Het woord is aan. Dank u wel, meneer de prorector. Geachte kandidaat, allereerst mijn felicitaties ook voor uw promotieteam en voor uw naasten. Met het hele mooie werk. Ik vind het boekje echt prachtig. Mooie voorkant en ik hou het altijd van de nucleotiden op de voorkant van boekjes. Want genen hebben ook mijn interesse al een leven lang. Daarom begin ik ook met een vrij algemene vraag over de genexpressieprofielen die u gemaakt hebt. En met name in hoofdstuk 2 concludeert u ergens dat de helft van de genen zijn niet coderend en de andere helft zijn coderend. En u maakt daar op een gegeven moment een connectie tussen. Kunt u daar iets meer over zeggen wat daar uw idee over is? De connectie tussen de coderende en de niet-coderende genen. En wat kunnen we daarvan leren in het algemeen? Ja, dus de niet-coderende genen die kunnen inderdaad ook een heel belangrijke rol hebben op de functie van het hart.
Onder meer door gene interference bijvoorbeeld, of RNA interference. En ik vind het eigenlijk jammer dat we niet meer de niet-coderende RNA-transcripten hebben kunnen bestuderen. Want ik denk dat dat een zeer interessante groep van RNA-transcripten zijn. De reden dat we daar weinig over hebben kunnen zeggen heeft te maken met budget in de eerste plaats. Zoals wel vaker natuurlijk het probleem is. Want je moet, wel, het grote probleem is eigenlijk dat je moet gaan selecteren welke, we doen een poly-A staartselectie. Dus om van het ribosomale RNA af te geraken. Dan verlies je een aantal long non-coding RNA's en vooral ook short RNA's, zoals microRNA bijvoorbeeld, is een belangrijke, dat we heel veel over missen nu. Ja, dus, maar als ik u even mag onderbreken, ja. Want u heeft natuurlijk wel heel veel gegevens te pakken gekregen, hè, over non-codings. Ja. En waar ik naartoe wilde is, heeft u de vergelijking gemaakt tussen de differentiële regulatie van een coding en een naburig non-coding? Want dat zou ontzettend interessant zijn. Ik denk dat we met een NGTL-studie geprobeerd hebben om dat te doen, maar we hebben van veel te weinig patiënten het genoom. Dat is natuurlijk het nadeel van de heterogene studiepopulatie uit verschillende centra in Europa. We missen vaak DNA van een aantal van heel veel patiënten. Ja, over genexpressie. Ja? Dus de expressie van het non-coding gen en de expressie van het coding gen, als die naburig aan elkaar zijn, dan is daar vaak een relatie tussen. Daar was ik nieuwsgierig naar. Ja, dat hebben we niet verder onderzocht, nee. Nou, zo'n mooie... Ja. Wil de studie nog zijn? Ja, absoluut. Nu wil ik ook graag even toe naar wat u ook al zei in de presentatie. Dat u in tegenstelling tot eerdere studies veel gekeken hebt naar de onderliggende oorzaak van AF. Nu ging ik daarna op zoek in de resultaten en kon ik daar eigenlijk niet zoveel in terugvinden. Want wat is nou het effect van de onderliggende oorzaak op de genexpressie? Die u vindt. Ja, dus we zijn inderdaad in de eerste plaats gaan kijken naar de onderliggende oorzaak hartfalen, AF, leeftijd, geslacht. Maar we hebben ook alle andere klinische parameters meegenomen in onze mixed models in de principal components, maar die hadden geen significant effect, dus daar zijn we niet verder op ingegaan. En zou lone AF ten opzichte van AF met comorbiditeiten niet een hele interessante vergelijking zijn geweest? Komt ja, dat? Absoluut. Dat zou zeker een interessante vergelijking zijn geweest, maar in onze populatie was dat niet heel erg goed mogelijk, omdat de meeste van onze patiënten hebben comorbiditeiten. Dus lone AF op zich, daar hebben we bijna geen enkele patiënt van een biopt van. Dus die studiegroep is veel te klein om daar in onze studie iets over te kunnen zeggen. Goed, want uiteindelijk vindt u dus weinig relatie tussen fibrose en de pathologie, als ik uw proefschrift goed begrijp. En zeker nadat u dus gecorrigeerd heeft voor al die comorbiditeiten. En toen dacht ik, waarom zou je verwachten met al die comorbiditeiten dat er los daarvan vanuit het atrium nog additionele signalen komen die fibrose zouden induceren? Ja, dat is inderdaad een terechte vraag. Dus ja, we waren inderdaad vooral geïnteresseerd in welke RNA-transcripten bijvoorbeeld geassocieerd zijn met endomysiale fibrose. En wij wouden vooral weten of dat dan de klinische parameters voldoende zijn om die verschillen te verklaren. Of dat er nog extra verschillen zijn die niet door de klinische parameters verklaard kunnen worden. Omdat dat extra informatie kan geven over mogelijke pathways waar we nu nog weinig van weten. Dus dat is eigenlijk de reden. Maar we zien dus inderdaad dat het klinische profiel voldoende is om dus die verschillen te kunnen verklaren. Wat op zich ook een interessant resultaat is. Dat is helemaal waar. Nou, ik ben tevreden met uw antwoord en ik geef het woord graag terug in de projector. Dank u wel, professor Schroen. Mede dankzij dokter Heijman, in ieder geval, dan kan hij ook nog wat vragen. De oppositie zal nu worden gesloten door dokter Heijman. Hij is UHD cardiologie aan deze universiteit. Dokter Heijman, het laatste is dan niet. Dank u wel, meneer de prorector. Ik wil mij aansluiten bij de voorgangers en u feliciteren met het mooie proefschrift. Ik vond het een zeer coherent verhaal, mooi opgebouwd. Ik wil natuurlijk ook uw begeleiders daarin meenemen. Veel interessante vragen zijn al gesteld, maar er zijn nog een aantal aspecten die ik met u wil bespreken. En aan het begin van het proefschrift was ik natuurlijk vooral eerst geïnteresseerd in de stellingen die u heeft. En vooral stelling 8 sprong er daarbij voor mij uit. En ik zou u willen vragen om deze stelling eerst voor te lezen. Stelling 8, zei je? Ja. Geachte hooggeleerde opponent, dank u wel voor uw vraag. Stelling 8 zegt, the purpose of computing is insight, not numbers. Dat is een stelling van Richard Hamming.
Dat is iets wat ik tegengekomen ben een aantal maanden geleden al, toen ik bezig was met de code van het JavaScript script. En wat we daar vaak aan de hand hadden, is dat we niet perfect alle metingen op exact de juiste plaats kunnen automatiseren. Je hebt altijd bepaalde metingen die volledig fout lopen. En ik probeerde dan om het programma te verbeteren, om die metingen ook perfect te laten verlopen, waardoor er weer andere metingen plots niet meer goed liepen. En dat is een zeer frustrerend proces natuurlijk. En toen kwam ik die stelling tegen en toen dacht ik, ja, eigenlijk inderdaad, het doel waarom we dit doen is om een inzicht te krijgen in de processen in het weefsel en niet om elk individueel datapunt correct te krijgen. We hebben 870.000 datapunten, dus als er 5.000 bij zijn die niet perfect zijn, dan is dat misschien niet zo'n groot probleem om tot inzicht te komen. Als iemand die inderdaad ook dagelijks modellen maakt, ben ik het daar helemaal mee eens. De modellen zijn tools om uiteindelijk het proces beter te begrijpen. Dus daar wil ik met u ook nog even over hebben. De uiteindelijke inzichten die u nu door deze berekeningen hebt verkregen, hoe denkt u dat deze uiteindelijk de behandeling bij patiënten met boezemfibrilleren gaat verbeteren? U heeft een reactie op de vraag van professor Volders al gezegd dat het natuurlijk eerst om mechanistische inzichten gaat. Dat ben ik met u eens, maar op de langere termijn. Met name zou ik willen ingaan op het feit dat als inderdaad nu deze genexpressieveranderingen het gevolg zouden zijn van AF, dat hebben we net met professor De Groot besproken, maar laten we even aannemen dat daar in ieder geval een component is. Zou u dan nog steeds deze varianten eerst willen gaan onderzoeken? Ik denk dat het sowieso geen kwaad kan om ze verder te onderzoeken om de mechanismen te begrijpen. Dus we linken nu een bepaalde variant aan AF, maar dat wil niet zeggen dat we begrijpen hoe dat die associatie tot stand komt. Dus ik denk dat er zeker fundamenteel onderzoek gedaan moet blijven worden naar de onderliggende mechanismen. En als u nu de keuze krijgt om enerzijds de groep met paroxysmaal AF beter te karakteriseren, u kunt zich voorstellen dat andere klinische parameters, burden, en u heeft al aangegeven het ritme op het moment van de operatie, dat dat een factor zou zijn. Zou u dan eerst die verder gaan onderzoeken of toch gaan voor deze significante associaties die u nu al gevonden heeft in de patiënten die al persistent AF hebben? Dat is een zeer interessante filosofische vraag. Ik denk dat het ervan afhangt of dat die parameters die we, of die transcripten die we nu aantonen, of die zouden gebruikt kunnen worden als biomarker. Als wij die als zouden kunnen meten in het plasma bijvoorbeeld, en een sterke link is inderdaad met paroxysmaal AF, dan zouden die kunnen gaan gebruiken om preventief, dus inderdaad, paroxysmaal AF-patiënten te gaan screenen. Maar het is wel belangrijk om ook te realiseren dat niet enkel RNA-transcripten zorgen voor paroxysmaal AF. Er zijn natuurlijk heel veel processen gaande die nog kunnen leiden tot paroxysmaal AF. Dus ik denk dat het zeker ook interessant is om bij de persistente AF-patiënten in te gaan zetten op nog betere behandeling. Ja. Dat ben ik met u eens. En wat daarbij wel mij opviel, is dat als we zouden kijken in hoofdstuk 3, dat in figuur 2c, daar kijkt u naar de MDM1-expressielevels, die inderdaad significant verhoogd zijn in de persistente AF-groep. Ik weet niet of dit natuurlijk in dat voorbeeld toevallig is, maar uw paroxysmaal AF-groep zijn twee losse punten van wolken. Eén die heel erg lijken op de persistente AF-patiënten en één die heel erg lijken op de sinusritme-patiënten. Dus ik denk dat het daar ook de heterogeniteit van die AF-groep toch een belangrijke factor is. Dus daaraan gerelateerd, wat zou dan, ik ben het met u eens, de persistente AF is ook interessant om te bekijken, maar welke klinische variabelen heeft u dan nog nodig om, als u verder in deze subgroep zou willen kijken? Maar om te beginnen het acute ritme, want we hebben natuurlijk dat nu niet meegenomen. En het kan zijn dat de patiënten, dat de paroxysmaal AF-patiënten met een hoog MDM1-level eigenlijk in AF zijn op het moment van het biopt afnemen, terwijl de andere patiënten misschien in sinusritme zijn. Dus dat kan een belangrijke... Ja. Dus ik weet niet welke klinische parameters ze verder nog zouden kunnen gaan bekijken. We hebben al heel veel klinische parameters meegenomen in onze modellen waarvoor we gecorrigeerd hebben. Dus ik denk dat dat al op zich al een sterke onderzoeksopstelling was. Dank u wel voor uw antwoord. Ik geef het woord terug in de proctor. Geachte kandidaat Winters, de gelegenheid voor het verdedigen van uw proefschrift is nu voorbij. De promotiecommissie zal zich nu voor beraad terugtrekken. En ik verzoek u en uw gezelschap onze terugkomst en uitslag van dit beraad in deze zaal af te wachten. Lars.
Kandidaat Winters, de commissie hier aanwezig heeft zich beraden over de kwaliteit van uw proefschrift en de wijze waarop u dit heeft verdedigd. Op grond van haar positief oordeel en gelet op de examens die u vroeger heeft afgelegd, heeft zij besloten u het gevraagde doctoraat toe te kennen. De hoogleraar professor Schotten is gemachtigd u op de gebruikelijke wijze deze waardigheid te bekleden. De rest van de commissie zal hier bij blijven zitten. Dat is niet uit disrespect, maar vanwege de hoogte van deze schermpjes. Het woord is aan uw promotor. Belooft u dat u altijd volgens de beginselen van wetenschappelijke integriteit te werk zult gaan, eerlijk en zorgvuldig, transparant, onafhankelijk en verantwoordelijk? Ja, dat beloof ik. Krachtens de bevoegdheid, ons door de wet toegekend, volgens het besluit van de commissie hier tegenwoordig, verklaar ik hierbij u, Joris Winters, tot dokter te bevorderen en u alle rechten te verlenen die daaraan volgens wet en gewoonte zijn verbonden. Ten bewijze hiervan overhandig ik u nu de beul, door rector, secretaris en overige leden van de promotiecommissie ondertekend en met het grootzegel van de universiteit bevestigd. Ja, dokter Winters, beste Joris, ten allereerste van harte gefeliciteerd. Het was een heel erg stevige verdediging. Het was nog even spannend de afgelopen 2 weken. Dat hebben Sander en ik ook net uitgelegd, hoe dat allemaal is gegaan. Maar ik vind, je hebt je proefschrift fantastisch goed verdedigd vandaag. Er zijn allerlei beperkingen en de commissieleden hebben daar vragen over gesteld. En die zijn er nu maar, de beperkingen. Maar je hebt het heel erg stevig verdedigd. Dus ik zie dat je ook opgelucht bent en blij bent. En dat mag je ook zijn. Dus van harte gefeliciteerd. En natuurlijk gaan mijn felicitaties ook aan Ine en de familie. En ik ben heel erg blij straks nog iets beter kennis te kunnen maken met iedereen. Ja, Joris. Zoals gebruikelijk kijken we even terug hoe dat allemaal is gegaan met jou in de afgelopen jaren. We hebben elkaar volgens mij leren kennen in 2015. Ik dacht eerst 16, maar volgens mij was het 2015. En toen hadden professor Monica Stol, die de tweede promotor, die helaas niet hier kan zijn vandaag, en ik, we hadden een Europees project binnengehaald. En we zijn op zoek gegaan naar geschikte PhD-kandidaten hiervoor. En uit een groot aantal van kandidaten hebben we... Jij had gesolliciteerd op deze functie, hebben we jou uitgekozen en samen met jou zijn we dus in zee gegaan. En op die manier stond je, Joris, en dat is ook vandaag in de discussie heel mooi gebleken, helemaal aan het begin van een groot avontuur. En dat hebben we ook uitgelegd in het sollicitatiegesprek, dat weet ik nog. Namelijk een poging om uit weefselbiopten informatie te halen over die atriale ziekte met die we te maken hebben. Vervolgens dit dan te koppelen aan de klinische presentatie van de patiënt, zodat we dan later uit de symptomen van een patiënt terug kunnen concluderen wat dan het mechanisme van die atriale ziekte is. Dat is ingewikkeld en het was absoluut niet helder dat dat iets interessants zou opleveren. En er is ook gebleken vandaag in de discussie dat we nog veel moeten werken in die richting. Toch heb je... Nu, wat heeft dat nu eigenlijk met jou te maken? Heel veel volgens mij. Toch heb je toen gezegd, nou, ik durf het wel aan. Ik zie het wel zitten, we gaan het gewoon doen. En zo heb je helemaal, voordat je eigenlijk begonnen was, al
een heel erg belangrijke regel in de wetenschap gevolgd. Je hebt gezegd, ik durf een risico te nemen. En dat is heel erg belangrijk in de wetenschap en soms ook in het leven. En dat vond ik al een heel erg sterk begin. Nou, we zijn aan de slag gegaan en het duurde even totdat we door hadden op welke manier we nu op de meest effectieve manier de informatie uit die atriale biopte konden halen. En het bleek dat dat een combinatie zou zijn uit histologische analyses die Sander met jou heeft gedaan. Hartelijk dank daarvoor, Sander, en niet de eerste keer. Is toch wel een heel erg belangrijke basis van ons werk, wat we dus doen in onze onderzoeksgroep. En dit werd dan gekoppeld aan genexpressieanalyses. En ik weet even niet of Aaron hier is, die heeft daar ook heel veel aan geholpen. Maar zo ben je dus in twee totaal verschillende benaderingen en denkwijzen terechtgekomen. Je hebt ook te maken gekregen met heel erg verschillende persoonlijkheden. En iedereen hier in de zaal weet natuurlijk hoe lastig het is voor twee bazen te werken. Dat heb jij goed gemanaged. Maar daarbovenop heb je ook nog kunnen manoeuvreren in die twee inhoudelijk totaal uiteenlopende onderzoeksdomeinen. En dat vond ik een enorme prestatie, Joris. Ook dat is gezegd net bij het interne beraad. Dus dat heb je heel erg goed gedaan. En dat heb je gedaan vanuit je inhoudelijke gedrevenheid. Die je hebt. Je bent een heel erg gedreven iemand. Je hebt ook een huis gebouwd nog tussendoor. Nou, dat is volgens mij nog niet helemaal af, maar goed, in ieder geval is het wel gebeurd. Dus dat geeft al aan hoe gedreven je bent. Het heeft wel wat langer geduurd en de prorector is ook de wetenschappelijke directeur van van Cardiovascular Research Instituut Maastricht. Die ziet dat eigenlijk niet zo graag, dat we daar langer over doen. Dus we willen eigenlijk echt een promotietraject binnen 4 jaar afronden. Dat is in jouw geval niet gelukt. En dat heeft met de complexiteit van het onderwerp te maken, maar ook met een andere eigenschap die je hebt. Je bent namelijk ook best wel een perfectionist. En dat is vooral duidelijk geworden op zo'n beetje tegen het einde van het proces eigenlijk. Sander en Aaron, nou, we hadden eigenlijk zo'n gevoel, nou Joris, nu schrijf ik maar gewoon op. We zijn eigenlijk bijna klaar. En jij zei, nee, we zijn nog niet klaar. Ik vind het nog niet goed genoeg. Ik twijfel nog over bepaalde aspecten van deze analyse. We moeten dan nog een keer mee aan de slag. Maar goed, die tijd heb je dan gekregen, gelukkig maar. Want op die manier hebben we toch alles nog een beetje op een hoger niveau kunnen tillen. En ik vond, Joris, ik ben heel erg benieuwd hoe Sander dit heeft ervaren en hoe jij dat hebt ervaren. Ik vond dat een heel erg belangrijk moment in onze werkrelatie. Het was namelijk het moment van je emancipatie als PhD-student en als onderzoeker en ook als persoon. Dus ik vond dat een heel erg sterke ontwikkeling. En je hebt daarmee ook laten zien dat je ook de tweede belangrijke regel in de wetenschap volgt. Blijf niet staan. Ga door. Wat dan ook. Het hardnekkig blijven nastreven van je doel is een enorm belangrijke eigenschap die je moet hebben als wetenschapper. En dat heb je op een heel erg indrukwekkende manier duidelijk gemaakt, Joris. En dat vond ik heel erg knap, die discussies die we toen hadden en hoe jij daarmee bent omgegaan. Je hebt ook heel veel mensen geholpen, hands-on, met de weefselanalyse. Dat is ook nodig, want heel veel mensen bij ons in de groep hebben dat nu nodig. Ook de ontwikkeling van JavaSite samen met Sander was een belangrijke stap voor onze groep. Billy en Elisa, die misschien nu hier zijn of online aanwezig zijn, Elisa. Die hebben daar heel veel aan en ze zullen in het komende jaar hier staan en een proefschrift verdedigen. Dus je hebt op die manier ook een belangrijke bijdrage geleverd voor de ontwikkeling van de groep. En ik zou de gelegenheid willen gebruiken om je te danken hiervoor. En wat ik ook nog een heel erg spannend moment vond, Joris, was het moment dat je een paar maanden geleden een mailtje stuurde. En je zei, ik heb een interessant aanbod gekregen. Een functie bij mij om de hoek, aantrekkelijk, niet veel wetenschap, maar toch een beetje meer een administratieve rol, heb ik toen begrepen, maar wel met uitzicht op een vaste baan. Dus je stond weer voor een keuze en je hebt weer gedurfd een risico aan te gaan. En dus de tweede keer, minimaal de tweede keer. En dat vind ik wel heel erg bijzonder.
En ja, ik ben heel erg blij natuurlijk dat je deze keuze gemaakt hebt. Want op die manier kunnen we nog een beetje doorgaan met dat avontuur, waar we dus nog helemaal inderdaad eigenlijk aan het begin staan. Waar dus nog heel veel moet gebeuren. En we hebben nog plannen, in ieder geval tot aan het einde van het volkomende jaar gaan we nog door op die manier. En daarna zien we dan verder. In ieder geval, Joris, het was altijd heel erg een genoegen met je te werken. Hartelijk dank voor alles wat je gedaan hebt in deze tijd, voor de hele groep. En ja, nogmaals, van harte gefeliciteerd. Goed gesproken, promotor. Dr. Winters, namens Universiteit Maastricht feliciteer ik u ook van harte met uw dokterstitel. En daarbij wil ik ook graag uw promotiecommissie, uw familie, uw geliefden en vrienden en collega's betrekken. Ik wil ook nog heel graag de oppositie uit Amsterdam nogmaals bedanken, professor Groot, professor Brundel, voor uw aanwezigheid. Kijk, het boekje is inmiddels aangekomen tijdens het overleg. Ten slotte heb ik nog wat huishoudelijke mededelingen. Helaas moeten de aanwezigen zo snel mogelijk dit gebouw weer verlaten. Ik wil alleen graag de directe familie en de fotograaf en de promotiecommissie vragen om nog even hier te blijven voor wat foto's. En dan wil ik graag tijdens bewegen de mondkapjes op, maar tijdens de foto's mogen de mondkapjes even af. Dan ook nog professor Brummel, ik wil u vragen om nog even te blijven hangen, zodat we ook een groepsfoto kunnen maken met u op het grote scherm. Als een soort almachtige moeder wakend over het gezelschap. En hierbij wil ik graag deze ceremonie sluiten.